Hallo jongens, welkom bij een nieuwe video van Snor Gaming. En vandaag spelen we Minecraft Survival. En dit gaat een serie worden. En ja. We spelen het op de computer. Dus ja, smash die like of zoiets. En dan smash de like gewoon. Oké, we gaan beginnen. We gaan een nieuwe wereld creëren. En hij heet... Snor. Golem. Oké. Ja, klaar. Oké, Snor Golem. Survival. Difficulty normal, denk ik. Infinite. Geen seed of zo. Oké. Create. Oké, laten we kijken waar we spannen. In een village. Zal fijn zijn. Dan kunnen we daar ons huis bouwen of zo. Oké, we zijn niet in een village. Wacht. Oh ja, zo ren je. Ik ren, jongens. Ik ren en ik spring in het water. En ik zwem heel snel. En ik dood een vis. Sorry. Ik ben nog even noob. Oké, we hebben eten. Dus we kunnen niet uithongeren. Maar, Oké, het eerste wat we dus gaan doen is natuurlijk... Oh, hier is een cave. Oh, nee, laat maar. De kleinste ooit. Oh nee, laat maar. Het eerste wat we gaan doen, dat best wel logisch is. Is, we gaan gewoon bomen hakken. Ja, we gaan bomen hakken. En, ja. We gaan bomen hakken. Oké, dus ja, we hebben nu bomen. En dan kunnen we nu, als het goed is, kunnen we dit van maken. Doen we wel dit gewoon zo. Hoppatee. Ik ben heel slecht nog. Oké, dan doen we dit weer terug. En dan, gooien we zo. Zo. En dan hebben we een crafting table, dames en heren. En we gaan ook een stok maken, want waarom niet? Oké. Ik weet niet waar ik mijn homebase wil neerzetten, maar, hier is wel leuk op zich. Kan ik farmen? Er zijn, een beetje... Animals of zo zijn er in de buurt. Dus ik ga gewoon op dit eiland. Ga ik gewoon mijn crafting table, jongens. Oké, we hebben ook. We moeten van alles doen. Ik ga even hout sprokkelen. En ik zie jullie. Ik zie jullie zo. Oké, we hebben hout. We hebben 11 houtstukken hebben we gepakt. Dus we gaan terug naar de crafting table. En, ik ben dus niet mega goed of zo. En dat was mooi fall damage. Deed ik expres. Oké, we gaan dus even, gaan we gewoon allemaal deze ding maken. Waarschijnlijk is er een snellere manier om dat te doen, maar ja, hey, ik ben noob. Oké, we gaan dus een zwaard maken, een wooden sword. We gaan dus een pickaxe maken. Gewoon de belangrijkste dingen. En een axe, als ik die nog heb. Alleen ik heb nog 1 stok over. Dus ik kan niks maken. Oké, fantastisch. Wat is dit? Een birch trapdoor? Ik wist niet eens dat dat er was. Oké, we gaan dus nog even een stokkie maken. We gaan gewoon 1 stok maken. Oké. Een axe gaan we maken. Oké, dus nu hebben we gewoon de basic dingen. Nu kunnen we een soort van een huis maken of zo. Kunnen we een beetje zo doen. Een beetje zo. Een beetje hier. En hier. Zo, prachtig huis. En dan moeten we nog glas hebben. Dus ik ga deze mine exploren. En dan moet ik heel snel kool hebben. Want dit is gewoon waarom we kool nodig hebben. Oké, ik ga eerst stenen. Want dan hebben we gelijk een stenen pickaxe. Ja, stenen hebben we nu. Prachtige steentjes. Oké, we hebben nu steen. En dan kunnen we als het goed is een oven maken. Of ik weet niet hoe het heet. Maar... Dan met die oven kunnen we glas smelten. Zand smelten. En dan hebben we gewoon glas. Oké, echt fantastisch.
Wat noob. Is dit... Hij heeft een wapen. Hij is bewapend. Maar ik ook. Ik wil zijn wapen eigenlijk. Volgens mij dropt hij hem ook als hij... Ik wil eigenlijk ook niet doodgaan. Ik heb ook een chest nodig. Dood! Ga dood! Hij heeft volgens mij... Kan hij niet... Oh, ja! Heeft hij hem gedropt? Heeft hij zijn wapen gedropt? Heeft hij hem gedropt? Nee, hij heeft hem niet. Ik ben heel erg teleurgesteld. Nu ga ik weg. Oké, dus we gaan een beetje zaadjes collecten. Dan kunnen we een farm beginnen. Koeien, we hebben nu nog geen dieren nodig. Dat komt later, komt het allemaal. Maar nu hebben we gewoon cobblestone. Dan kunnen we, gaan we craften. Een furnace heet het. En ja, die ga ik dan hier plaatsen. Hier komt een soort van een hal van fornuis of zo. Dan kan ik allemaal... Nu gaan we even zand heel snel gewoon met de hand. Want we gaan het niet met een pickaxe doen, heel raar. Oké, zand. We kunnen nu glas maken als het goed is. Stroming is wel sterk, maar... En we hebben zand. Oh mijn god, we hebben gewoon zand. Oké, we hebben kool nodig. Ik ga Minecraft maken, wilde ik zeggen. Yes, ik heb er gewoon een lifehack gevonden. Je kan Ctrl-Shift... Ja, iedereen weet dat. Oké, ik heb 3 kisten gemaakt. Dus die ga ik hier neerzetten. Hebben we gelijk een grote kist. En dan gaan we gewoon hier alles in doen. Trouwens, ik ga deze eten. En de andere kist kan er ook wel in. Waarom niet? Oké, ik ga eten. We hebben gegeten. Trouwens, we hadden die beter moeten koken. Maar we moeten nu... Nu ga ik op zoek naar kool. En ik zie jullie wanneer we kool hebben. Ik heb gezocht, maar zonder succes. Dus het wordt nacht. En ja, de monsters komen en ik ben bang. Dus we gaan terug naar het eiland. Oh god, ik plant er nu al in. Nee, 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 nee! Alsjeblieft, laat me hier niet doodgaan. Blijf weg, blijf weg. Raar eng skelet. Oh, ik zie gelijk een pompoen. Dat is best wel goed. Die pakken we. Oh god, er zijn heel veel monsters ook op mijn eiland. Ik weet niet hoe ik dit ga doorbrengen. Ik ga een fort maken dat er heel lelijk uitziet. Maar dan hebben we hem. Oké, ik heb een pickaxe. Ik weet alleen niet hoe ik er een gezichtje in moet doen, want dat wil ik. Oké, we gaan hem... Blijf weg, blijf weg! Oeh, ik wil zo'n ding... Ik wil wat hij dropt, dat wil ik. Ik weet niet hoe het heet, gunpowder? Ja. Oké, hij dropt het volgens mij niet. Dan gaan we wel gewoon naar de homebase. En nog even een koe slachten. Oké, we hebben de koe. Want we hebben heel erg honger, dus we gaan wel even eten. Oké, we gaan morgen, of nou ja, de volgende dag in Minecraft, gaan we zoeken... Naar kool. En dan zie ik jullie wanneer we kool hebben. We hebben dus kool gevonden. Eindelijk. Nou, echt niet zo lang eigenlijk. En we zijn ook geüpgraded naar stone. Dus we zijn nu in de stone age of zo. Ik weet niet waarom ik dat hakte met een axe. Oké. We gaan het minen. We hebben kool gevonden. Ik hoop dat het veel is. Maar we doen het ermee. Ja, er is nog meer. Oké, we hebben gelijk lekker veel. Oké, als het goed is kan ik ze hier ook craften. Wow, dit is heel veel. Oké, nu kunnen we dus de cave kunnen we gewoon exploren. We kunnen gewoon caves exploren. Oké, jongens, er zijn hier dus zombie villagers. En dat betekent dat er misschien een village dichtbij is. Dus dat kunnen we kijken. Alleen ik heb dringend eten nodig. Dus ik moet gewoon lopen omdat ik zo'n honger heb of zo. Dus waarschijnlijk ga ik dood of zo, want er zijn gewoon geen dieren meer.
Ik moet dieren zoeken. Ik ga even dieren zoeken en ja, ik zie jullie zo. Yes, ik heb vis. Eindelijk. Alleen moet ik deze snel... Nee, weet je wat? Ik heb gewoon rauw op. Oké. Oké, jongens. Ik heb dus weer... ik ben weer goed. Alleen ben ik trouwens wel dood gegaan. Maar hey. Dat... daar praten we even niet over. Oké. Ik ga gewoon eventjes alles weer pakken. En dat is gelijk de verkeerde. Top. Oké, we gaan nu de mine in. En we gaan coal of... We gaan torches maken. Van dit. Oké. Oké, let's go. Laten we even sticks maken. Sticks. Oh, wacht. Oh. Zo. En dan zo. En dan pak ik er wel even 8. Oké. Nu kunnen we hier stokken van maken. Doen we er wel 3. En dan hebben we er lekker 12. Oké, ik ga nu gewoon torches maken. Dus ik weet niet hoeveel ik er kan. Ik kan er heel veel, heel veel maken. Oké, ik heb er misschien een beetje veel gemaakt. Maar hey. Oké. Oké, dit gaat helemaal fout. Oké, het is ondertussen ook weer dag. Dat is heel fijn. Laten we dit kool gewoon hierin doen. Om te onthouden dat, dat we die daarvoor moeten gebruiken. Oh, en laten we er trouwens ook wat zand in gooien. En dan hebben we gewoon glas. Zand. Gaan we hier... Oké, ik ben nog een beetje noob. Maar ik word waarschijnlijk... Waarschijnlijk word ik beter. Sowieso word ik beter. En we gaan gewoon de base upgraden en zo. Oké, ik ga even wachten tot we glas hebben. Dan gaan we het inbouwen. En dan zie ik jullie zo. Oké, ik ben dus dood gegaan. Ah, waarom ben ik steeds dood? Oké, ja, ik ben door zo'n vervelende mini monster ding. Dat is gewoon een duivel is het. Oké, waar is hij? Ik ga wraak nemen! Ik zei het toch. Oké, ik ga hier even mijn XP pakken. En hier pak ik al mijn blokken. Oh, alles ligt overal. Oké, klaar. Oké, en nu kunnen we gewoon dit doen. En we hebben niet genoeg natuurlijk, maar we kunnen nog met nog meer kool. Kunnen we hebben nog wat zand. En toen ging ik dood toen ik het collecte. Oké, jongens, laten we de grot in gaan. Er is trouwens niet zo heel veel hier. Maar het is echt heel klein. We gaan gewoon minen naar beneden. Kijken of we een groter cave systeem vinden. Moet een soort van wel naar boven kunnen. Dus moet ik het heel tactisch doen. Oké, jongens. We hebben gewoon gelijk ijzer gevonden. We zijn letterlijk... Hier zijn we gestart en we hebben gelijk al ijzer gevonden. Oké. Dit is goed. 2. En 3. Alleen wat het domme is, ik heb alles gebruikt aan torches. Dus nu moeten we weer kool vinden. Oké, ik ga nu zoeken naar kool. En ik zie jullie zo terug. Oh mijn god, wat is dit? Ik heb weer ijzer gevonden. Alleen ik wil gewoon kool. Is dat te veel gevraagd? Kool. En het is ook nog veel ook. Hier is niks meer. Oké. Als hier nog achter nog meer ligt, hè? Dan... Ja. Oké, hoeveel hebben we wel niet? Wacht, even kijken hoor. We hebben er al 13 ijzeren oor. En we hebben nog steeds geen kool. Oké, dus ik ga even een mini-avontuurtje voor kool zoeken. En ik ga weer terug naar de base. Om, waar ben ik? Oh, hier. Om, trouwens, de base is hierboven. Ik weet niet wat ik zeur, maar... Oké, dit is dus de ijzermijn. Dan moeten we misschien een bordje maken dat dit de ijzermijn is, dat ik het weet. Kijk eens hoe prachtig lelijk dit is. Oké, ja, ik ga op een avontuur en ik zie jullie zo. Oké, we zijn nog steeds bezig op 1 kooltje. Hebben we als 8 iron ingots in totaal. Dus dat is wel goed. Daar gaan we sowieso nu even een pickaxe slaan. Maar ik heb alles al in de storage. Dat doen we de volgende video.
Dus ja, ik ga nu even op die avontuur waar ik over vertelde, over die kool. Oké, ik denk dat we nu een wat diepere cave hebben gevonden. Plus wat iron hebben we gelijk al gevonden. Oké, laten we kijken waar dit naartoe leidt. Twee wegen kunnen we kiezen. En dit is water en dit is kool. Yes, oké, ons avontuur is geslaagd. Ik ga ook verder niet echt exploren. Dat doen we de volgende video. En oh mijn god, gelukkig stond ik daar niet onder. Dus ja, we volgende video spelen we. Ik word helemaal creepy door die spiders. Volgende video gaan we verder met avontuur natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ga even elk... Oh, wat... Ik weet niet waarom ik mijn handen kwijt ben. Oké, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Later!